slide. Als het goed is. Yes. Nou ja, welkom allemaal. Even snel een kleine inleiding over deze presentatie. Nou goed, we lopen deze puntjes zo even na. En ondertussen is ook nog tijd voor een ruimte voor vragen. Jullie hebben als het goed is een linkje gekregen voor een downloadpakketje. Nou ja, er komen wat formulieren die ik gebruik en die ik in deze presentatie laat zien. Die daarin staan en die misschien handig zijn om erbij te pakken. Je kan ook achteraf naar kijken en als er vragen zijn, schroom niet om te mailen. Nou goed, eerst even over mezelf. Ik ben Laurens van Dam, collectiebeheerder bij Museum Jan Kühne. De technische ondersteuning wordt gedaan door Carola. Coördinator collectiemanagement bij Drents Museum. Sorry. ik werk hier nu bijna 3 jaar in Museum Jan Kühne als collectiebeheerder. Nou goed, daar passen dus niet alleen de registrar taken, maar ook de taken van het collectiebeheer in. Maar nu ga ik me specifiek richten op de registrar taken voor inkomende bruiklenen en uitkomende bruiklenen. Heel even snel over Museum Jan Kühne, want ik denk niet dat iedereen het kent. Dit is het pand waarin wij zitten. Het is in 1888 gebouwd door een margarinemagnaat. En nou ja, die is later naar Rotterdam gegaan en is Unilever geworden. Heel snel kort door de bocht hoor. daarna is het een gemeentehuis geworden en daar is het museum ontstaan in Soetraim. Waar overigens tegenwoordig wc's zitten en waar we nu een expo op de wc hebben. Jan Kühne is dat museum ooit gestart met de streekhistorie van Os. En is redelijk jong overleden. En toen heeft de gemeente besloten om hem de naam te geven. Dus Museum Jan Kühne is echt vernoemd naar degene die het gestart en geïnitieerd heeft. Hier zie je de zaaloverzicht van wat we nu hebben staan. Museum Jan Kühne heeft dus niet alleen streekhistorie, maar ook veel moderne en hedendaagse kunst. We werken ook heel veel met hedendaagse kunstenaars samen. Daarnaast hebben we nog een redelijk grote collectie 19e-eeuwse werken. Dat is even kort, Museum Jan Kühne. Wil je daar meer over weten, kom vooral langs. Nou, waarom deze presentatie? Toen ik hier in 2018 begon, daarvoor had ik eigenlijk alleen ervaring bij het Rijksmuseum. Daar heb ik 2 jaar gewerkt. Als medewerker beheer en behoud. Dus ik was niet zo bekend met de registertaak. Nou, in ieder geval wel bekend van hoe het in het Rijks zeg maar, naar beneden komt en je er zelf mee aan de slag mag. Maar niet met hoe ga ik nu met bruikleengevers om. Of aanvragers om. Dat speelde ook mee dat het museum in 2016 verzelfstandigd is. Dus de collectie is van de gemeente. Het museum is een stichting geworden en die beheert de collectie. Bij die verzelfstandiging zijn eigenlijk ook veel oud-medewerkers vertrokken. De medewerkers die daarna... Er is best wel een groot verloop van medewerkers geweest. Waardoor niet iedereen dezelfde structuur en werkwijze heeft aangehouden. Dus er waren verschillende manieren om mee te werken. En nou goed, daar mocht ik mee verder. En dat heb ik ingericht naar hoe ik denk dat het goed werkt. En daarvoor, zeg maar, de foto die je ziet is van Bagger expositie over opgebaggerde archeologische vondsten. Dat was een gelijk een goede beginner met een aantal amateur-archeologen die super enthousiast zijn en graag overal aan willen zitten. Dus dat was een mooie binnenkomer. Daarnaast was ik niet zo gewend om met archeologische objecten te werken, omdat ja, in het Rijks werkte ik veel meer met schilderijen, papier, andere voorwerpen en ook echt meer de kunst in plaats van archeologische vondsten. Dus was ook even anders om mee om te gaan. Daarbij kwam bij mij eigenlijk in de verloop van de tentoonstelling en de richting daarvan wel de wens om daar meer structuur en meer orde in te brengen dan dat ik het nu zo kon oppakken.
Dus ik ben eigenlijk begonnen met al afgeronde bruiklenen die zeg maar, hier in het archief liggen om dat te archiveren. Want er werd de ene kant wel in Adlib en de andere kant niet. Dus ik ben even voor mezelf gaan kijken hoe is dat makkelijk te doen. En nu dan heb ik nog geen contact met bruikleengevers. Dus nou ja, is dat voor mij even een makkelijke manier om dingen uit te proberen. Daarnaast ben ik ook bij collega-instellingen gaan vragen. En ik zou echt iedereen willen aanraden om dat gewoon te doen. Zoals we nu met corona merken dat samenwerken heel erg fijn is en werkt. Is dat voor en ik denk na corona ook zeker goed om te doen. Omdat nou ja, niet iedereen werkt in een instelling waarbij je met meerdere registrars of collectiebeheerders of anderen op een functie zit. Dus het is heel fijn om met iemand in jezelfde functie te kunnen sparren. En ik zou ook zeggen. Het is niet dat het ene museum misschien de perfecte manier heeft. Want het kan echt voor jouw instelling heel anders zijn. Maar ja, maak wel gebruik van zeg maar wat je doorkrijgt van anderen. En probeer dat in te passen in je organisatie als je denkt dat het handig is. Nou, ik wil jullie even meenemen vanuit mijn werkwijze en hoe ik gewend ben om te werken. Met inkomende bruiklenen en straks met uitgaande bruiklenen. Nou, inkomende bruiklenen begint meestal met de selectie die een conservator maakt. Hier zien jullie een beeld uit het hangplan van onze tentoonstelling Haagse School, Haagse Nieuwe, waarbij onze Haagse kunstwerken 19e eeuw tegenover moderne, net afgestudeerde Haagse kunstenaars gezet werden. Nou goed, dat is een tentoonstellingsplan. De conservator maakt een werklijst aan waarvanuit ik werk om objecten aan te vragen. En die werklijst zit overigens in het downloadpakketje en ik kom daar zo iets uitgebreider op terug. Nou goed, dit is meestal het startpunt van oké, in deze zaal willen we dit hebben en dat. Nou ja, dat loop ik door met de conservator samen en dan kijken of het ook haalbaar is. Want je zit natuurlijk ook met deuropeningen, et cetera. Nou goed, ik neem jullie even mee met een mesdag. Hij zal niet constant tevoorschijn komen, maar af en toe kijkt hij even om de hoek en doet hij mee. Ik heb ervoor gekozen om een eigen kunstwerk te kiezen, omdat ik het niet zo chic vind om een kunstwerk van een andere instelling te gebruiken. Dus vandaar dat ik jullie ook even deze mooie mesdag laat zien. Nou ja, dit is onze werklijst. En hier zetten we dus eigenlijk alle gegevens in. Ik gebruik heel veel kleurtjes voor de bruikleenverzoek. Is hij helemaal groen, dan betekent het dat hij ondertekend terug is gekomen. Zeg maar de gegevens die ik van kunstenaars ontvang, of de conservator, die vult het ook wel aan, die zetten we hierin. En dat is eigenlijk heel breed. Dat gaat echt over de afmeting, maar ook over de contactgegevens en wie moeten we uitnodigen voor een opening. Daarnaast registreer ik het ook zelf in Adlib. En dit is nog wel een oude versie van Adlib. We stappen binnenkort over naar Axial Collections. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Maar goed, op dit moment registreer ik gewoon alles in de inkomende bruikleenmodule en we hebben ook een uitgaande bruikleenmodule. Ik heb zelf dit onderste stukje toegevoegd zodat ik contracten in één keer uit Adlib kan draaien. Want dat spaart me zoveel werk dat heel fijn is om te doen. Ik registreer ook objecten in Adlib, heel sumier, maar in ieder geval met een plaatje. Ik geef ze een tijdelijk nummer en nou ja, dan daarvoor kan ik ook eventueel conditie rapporten uitdraaien en transportlijsten. Nou goed, mijn ervaring de afgelopen tijd is dat er voornamelijk vier partijen heb waarbij ik aanvraag. Er zijn er wel meer, maar dit zijn wel de voornaamste waarmee ik werk. Dus een particulier en een galerie en die stuur ik allebei een bruikleenovereenkomst. Een kunstenaar krijgt van mij ook een bruikleenovereenkomst, maar we zijn nu net begonnen met ook een kunstenaarsovereenkomst. Omdat vooral met tentoonstellingen met hedendaagse kunstenaars het goed is om afspraken ook goed en duidelijk vast te leggen. Dus
Nou ja, we hebben nu net een format daarvoor. We zijn die net aan het inzetten. En nou, ik verwacht dat er nog wel wat aan geschaafd wordt. Maar het is in ieder geval fijn om hem nu te kunnen gebruiken. Nou ja, bij museums ontvang je vaak een buikrenovereenkomst als je iets aanvraagt. Het is ook goed, maar dan kom ik bij de uitgaande bruiklenen op om de aanvraagprocedure van een museum te bekijken. Die staat vaak op de website. En daar staat vaak ook wat je kan aanleveren. Goed, ik kom daar later nog wat op terug. Je ziet ook Facility Report American Association of Museums staan. Nou ja, goed, ik heb een Facility Report gemaakt naar aanleiding van dat format. Ik heb dat format helaas niet in het downloadpakketje staan, omdat ik het toch iets te spannend vond om ons format daar helemaal in te zetten. Want ik heb geen lege versie, zeg maar. Nou, ik zou wel aanraden om daar mee aan de slag te gaan en die te gaan maken voor musea onderling. Omdat het, als je hem eenmaal hebt ingevuld, echt heel fijn is om mee te werken. En om onderling uit te wisselen. Het is wel echt een werkje, maar goed. Het levert ook wel veel op. En daarna is het in principe elk jaar, of als er iets verandert, het bijhouden. Nou, als je een inkomende bruikleen hebt en je hebt een bruikleenovereenkomst en je ontvangt een bruikleenovereenkomst van een museum, staan er voorwaarden in. Als je hem zelf stuurt, staan er ook voorwaarden in. Ik heb ook een bruikleenovereenkomst in het pakketje zitten. En daarin gaat het ook, zomaar voor de particulieren en voor kunstenaars en galeries, vraag ik ook aan of ik eventueel ophangsystemen mag vervangen als het niet museaal waardig is. Dus als ik hem niet goed bijvoorbeeld kan borgen. Zodat ze dat al op de overeenkomst hebben aangegeven. Nou, verder wil ik over de voorwaarden zeggen. Ga echt alleen akkoord als je daar zelf oké mee bent. Als het voor jou goed voelt. Denk ook aan bijkomende kosten. Die staan vaak ook wel aangegeven in de voorwaarden. Overleg eventueel intern over. Nu ga ik even spieken. Nou, want het kan voorkomen dat er voorwaarden zijn die niet helemaal zijn zoals je wil dat ze zijn. Zoals bijvoorbeeld deze. Dat zou betekenen dat je eigenlijk voor alle schades een beetje verantwoordelijk bent. Ja, dan moet je willen. Dus het is altijd goed om dat echt goed te controleren. Mocht je twijfelen over iets, informeer. Ik kan ook bijvoorbeeld de verzekering vragen. Dat is als goed het volgende. Eventueel met de verzekering overleggen van, hey, wat vinden jullie hiervan? Is dit iets waar we mee akkoord zouden kunnen gaan? Misschien met een andere collega erover overleggen, maar ja. Over voorwaarden, als het als je het ermee eens bent, dan moet je die handtekening zetten en niet eerder, denk ik. En ook niet, stuur ook bijvoorbeeld particulieren geen, ga ik weer heel even terug, geen overeenkomst met al je handtekeningen erop. Want dat is wat bijvoorbeeld hier in het verleden wel eens gedaan werd. Zo begon ik. En toen kreeg ik later met iemand in gesprek te zijn geraakt van, ja, maar stel nou dat de kunstenaar zegt van, ja, het kunstwerk is 1 miljoen waard. Ja, dan heb jij je handtekening er al onder gezet. Dus ja, dat zijn wel dingen inderdaad om op te letten en om stil bij te staan. Soms zijn dingen heel gewoon. En ik zou ook niet willen zeggen dat iedereen daar een misbruik van zou willen maken, maar het is goed om daarin te overleggen. Nou ja, verzekeren. Let ook op de verzekerde waarden, dus zijn ze realistisch? Vooral bij particulieren en kunstenaars is dat iets om op te letten. En om in overleg te blijven ook met elkaar. Indemniteit. Ik moet zeggen, ik ben daar zelf niet zo bekend mee. En dat is iets wat ik heel graag nog ga oppakken. Want het is nooit echt de gewoonte geweest om daar hiermee mee te werken. En daarbij hebben we ook wel heel veel tentoonstellingen gehad die we echt, nou ja, kort na elkaar aan het
opzetten waren en aan het doorknallen waren. Nu hebben we veel meer een langere termijn planning, waardoor dit soort dingen ook beter ingepast kunnen worden. En hetzelfde geldt voor slimmer lenen. Dat zou ik echt heel graag willen doen. Staat op mijn lijstje om mee aan de slag te gaan. Maar hier zit ik mee met dat de gemeente eigenaar is van de collectie en dat die er ook iets van moeten vinden. Dus dat is iets wat ik met de gemeente, wat het museum met de gemeente moet overleggen en daarin verder moet komen. Let ook met verzekeren op of je echt van spijker tot spijker wil verzekeren of anders. Ik kan me voorstellen dat er situaties zijn dat je bijvoorbeeld het transport niet wil verzekeren, omdat het misschien vanuit een ander museum komt en het transport daardoor al gecoverd is. Of dat een kunstenaar voorwaarden of zelf wil vervoeren en jij denkt, ja, ik wil niet dat transport verzekeren. Ja, goed, dat zijn dingen om ook in de gaten te houden. En ook gewoon in overleg te blijven met elkaar. En nou ja, al deze gegevens, de waardes en ook de manier van transport hou ik allemaal bij in de werklijst. Zodat uiteindelijk van daaruit goed overzien is van, nou ja, voor de verzekering, de verzekerde waardes en voor de transporten, hoe gaan we dat doen? De methode van transport, die kan natuurlijk ook veranderen. Ik heb een mooi Unox blikje en een archeologische bijl erbij gezet om te laten zien dat dat net iets anders is dan bijvoorbeeld een mestdag natuurlijk. Want een mestdag gaat in een... het ligt aan je voorwaarden, aan de voorwaarden van degene die hem op transport wil zetten. Want ik kan me voorstellen dat de particulier zegt, ik wil hem misschien als softpack, ben ik akkoord mee. Dan is het ook aan jou of je dat oké vindt of niet. Maar als je hem van een museum leent, dan kan je er gewoon van op aangaan dat hij in een klimaatkist gaat. En dat je met een van de grotere transporteurs op reis gaat. Maar goed, voor het Unox blikje kan bijvoorbeeld iets heel anders gelden. En misschien is het blikje wel heel fragiel en moet die speciale behandeling hebben. Misschien hebben we er wel 10.000 van en is het allemaal wat minder noodzakelijk. Dus het zijn allemaal voorwaarden om op te letten en om te kijken. En dat speelt natuurlijk ook mee in de kosten van hoe belangrijk is het object ook voor de tentoonstelling en willen we dit eraan uitgeven. Het is ook belangrijk om te weten of een koerier meegaat. Ook zeker voor je planning met binnenkomst van het object en de installatie en eventuele andere koeriers daaromheen. Maar goed, ik kom later nog even op de inrichting op zaal. Want bij transport zijn er diverse opties om te kiezen. Zo heb je bijvoorbeeld gerenommeerde kunsttransporteurs. Ik heb ze even genoteerd. We kennen ze denk ik allemaal wel, maar misschien goed om ze weer nog even te noemen. Daarnaast werk ik heel veel met lokale kunsttransporteurs, dus Lijn 66 en Bureau Bergmans. Zij hebben bijvoorbeeld geen geklimatiseerde wagens, maar zijn wel echt heel bekend met het hoe en wat transporteren van kunst. Werken ook voor gerenommeerde kunstenaars en doen ook veel ritjes en ook art handlingswerk op zaal bij musea, waaronder bij ons. Zij zijn dus wel een lager segment dan de gerenommeerde kunsttransporteurs, maar werken voor ons echt uitstekend. Er is ook nog een keuze om eigen transport te doen. Dat doen wij niet heel vaak, maar ik kan me voorstellen dat er musea zijn die wel de optie hebben met een eigen busje. Wij huren wel eens een busje, maar dat ligt echt aan het kunstwerk. En we doen het soms voor transport tussen ons museum en depot. Want dat ligt niet bij elkaar, ligt niet heel ver van elkaar. Maar ik wil ook niet met werken over straat lopen. bij het kiezen van transport moet je rekening houden met de voorwaarden die gesteld worden. Het soort object, het soort bruikleen, de kosten uiteraard. En zorg dat je een bewijs van overdracht hebt klaar liggen. Vooral met de particulieren en de kunstenaars is dat goed om te doen. Ik kan me ook voorstellen dat je ervoor kiest om de transportbon van een transporteur
ook als bewijs van afgifte te zien. Ik heb zelf een bewijs van overdracht gemaakt die in principe het hele object meegaat. Dus van transport uit tot en met weer transport retour. Omdat ik het zonde vond om elke keer overal blaadjes voor te printen. Meestal maak ik een kopietje van deze en die mail ik dan degene die hem graag wil hebben. En als ze echt een kopietje willen, kan dat altijd natuurlijk nog. Nou ja, ik denk dat mijn Rijksmuseum oud-collega's dit wel kennen. Ik vind het heel goed om ook de transportmelding in de agenda te zetten. Dus als je een transport hebt afgesproken, dan komt die bij ons ook in de agenda te staan. Ik nodig niet iedereen van het personeel daarvoor uit, maar in ieder geval onze directeur, conservator, technische dienst weten dat er iets aankomt. Het is goed voor de bewustwording, vind ik, in de organisatie. Stel dat ik bijvoorbeeld later ben of ziek ben, dan weten mensen dat er iets binnenkomt. Of mocht ik even ergens anders zijn, dan kunnen ze zo in de agenda kijken en dan weten ze dat er een transport aankomt. Dan hebben we natuurlijk de conditierapporten. Ik heb in het downloadpakketje zitten ook een aantal conditierapporten die ik dan in AdLib eruit draai. Ik moet zeggen dat ik deze niet altijd direct op zaal maak als alles binnenkomt. Dat is een keus die omdat het soms heel tijdrovend is en we niet altijd een restaurator kunnen inhuren, want we hebben zelf geen restaurator in dienst. Dus dat hangt ook echt af van de werken en de tentoonstelling die er is. Ik zorg wel altijd voor een fotoverslag. En dan kunnen we ook aan de transporteur vragen of je dat al bij het inpakken wil doen. Zodat wij bij het uitpakken, wanneer we ook weer een fotoverslag maken, weten dat daartussenin, als het goed is, niks gebeurd is. Dus dan heb je altijd een fotoverslag. En ik zou wel aanraden om dat te doen. Er is wel eens geweest dat bijvoorbeeld een schilderij bij een particulier 3 maanden weg is geweest. Hier in zaal, op zaal heeft gehangen. En dat hij dan weer bij de particulier boven de bank komt te hangen. En dan valt ineens een plekje op. Dat plekje was er al. Maar goed, omdat hij daar zo lang hing, is hij nooit opgevallen. Maar door de foto's kan je aantonen dat het er al was. En is iedereen weer gerustgesteld en kunnen we weer verder. En dan komt hij binnen, gaan we hem uitpakken, is onze mestdag in deze mooie kist binnengekomen. En je ziet op de achtergrond ook nog een Albert Heijn tas. Dat is waarschijnlijk van de lokale kunst, van de hedendaagse kunstenaar geweest. Ik heb ook even een voorbeeldje van als kunstenaars zelf of particulieren zelf iets verpakken, dat het zo wel eens binnen kan komen. Daarom zit ik er ook over na te denken om onze kleinere kunsttransporteurs ook de werken te laten verpakken. Dan weten we altijd dat het gewoon goed is gedaan en niet dat je hier met je mes heel veel tape moet wegsnijden. Werken we op zaal, komt er een koerier mee, dan is het ook goed om altijd de koerier het hele verhaaltje te vertellen. Wat ga je doen? Gaat de kist openmaken? Hoe werken we? Gaan we hem ophangen? Gaan we eerst iets opmeten? Eigenlijk elke stap die je doet is altijd goed om aan een koerier te vertellen. Om daarin vertrouwen met elkaar te hebben. Ik heb ook nog kunstenaars en eigen inzichten. Dat is wel een leuke. In het verleden hebben we wel eens gehad, en ik moet zeggen dat is voor mijn tijd, dat een kunstenaar een overzichtstentoonstelling heeft en er komen er allemaal bruiklenen binnen. Van een van de bruiklenen was iets vastgezet. De instelling die het uitleende vond dat beter en te verantwoorden voor het behoud om het vast te zetten. Maar de kunstenaar had zijn eigen idee erover, die wil het graag los hebben. Maar ja, je kan niet zomaar de kunstenaar dat weer los laten halen, want ja, het is niet zijn werk meer. Voor hem voelde het natuurlijk heel erg als zijn eigen kindje, maar het is goed om daarmee in overleg met de bruikleengever te staan en niet een kunstenaar zomaar iets laten doen, want dat kan alleen maar
verkeerd gaan. Dus ook daarin, ja, het is eigenlijk gewoon altijd goed overleg. En als iemand iets wil, niet zomaar iets laten doen. Maar ja, blijf met elkaar praten en communiceren. Nou ja, als alles ingericht is, dan zijn we van het hangplan naar hier. Nu hangt de mest toch mooi in de zaal naast de kunstwerken van Annegene. En zijn we klaar, denken we. Maar dat is niet helemaal zo. Want de bruikeling gaat natuurlijk ook nog een keertje retour. Dus er zal een keer een retourdatum afgesproken moeten worden. Nou, nu, ja, ik hou wel van om dat op tijd te doen. Ja, wat is op tijd? Anderhalve maand, maand van tevoren, denk ik, zoiets. Dat het in ieder geval duidelijk is, want ik heb ook wel eens gehad met kunstenaars dat die denken, oh, het ligt bij jullie in depot, dat is wel fijn. Maar ja, het is niet voor mij heel fijn. Het ligt alleen maar in de weg dan, zeg maar. Plus dat je de hele tijd het object ook moet verzekeren. Dus wees daar op tijd mee en nou ja, maak daar goede afspraken over. Ook inpakmateriaal en formulieren heb ik altijd klaar liggen daarvoor. Inpakmateriaal wat bruikbaar is bij, na het uitpakken bij het inkomen transport, dat hergebruiken we. En anders gaat het gewoon weg, zoals dat pakketje wat jullie eerder zagen. Want dan pakken we het gewoon op onze mooie nette manier in. Nou goed, ook met het afbouwen moet je eventueel rekening houden met koeriers. Die probeer ik altijd zo aan het begin in te plannen, zodat je niet na een week uitruimen nog een koerier op bezoek hebt. Want je wil ook graag weer inrichten. Ik moet zeggen, wij hebben namelijk geen vaste opstelling. Dus als wij wisselen, dan zijn we ook gewoon echt dicht. Dus wisselingen willen we het liefst zo snel mogelijk doen. En ook bij het uitruimen, maak een fotoverslag / conditierapport. Totdat het object weer terug is en door de eigenaar goed bekeken is en weer goed bevonden is. En dan gaan we archiveren. Want aan het eind heb je een bruikleenovereenkomst, een bewijs van overdracht, die dus het hele riedeltje is doorgegaan, en een conditierapport / fotoverslag. Ik archiveer dit bij ons digitaal op de SharePoint. Eventueel in of fysiek in een map. En dat is vaak wel met bruikleenovereenkomsten en bewijs van overdracht, conditierapporten. En fotoverslagen ga ik niet uitprinten. Dat vind ik wel zonde van papier. En ik hang deze niet aan Adlib. Dat vind ik dan weer net. Dat is voor mij net iets te veel handelingen om te doen. Ik doe dat met uitgaande bruiklenen wel. Maar daar kom ik straks wel even op terug. Nou ja, dan heb je dus een mooi documentje. En er staat eigenlijk alle informatie in die je nodig hebt. Ik weet niet of er nu al vragen zijn. Ik heb volgens mij veel sneller dan ik. Het is nu 9:30, dus we gaan goed op schema. Ik heb een vraag van, ik weet jouw voornaam niet, ACM Elshout. Of jij als enige verantwoordelijk bent voor de bruiklenen, collectieregistratie en dergelijke? Ja. Amanda, oké. Okay. Ik moet zeggen, ik werk wel erg nauw samen met onze conservator. En die staat vaak in contact met de kunstenaars of de bruikleengevers. Maar verder pak ik het hele riedeltje op, inderdaad, van de contracten, transport, de praktische dingen rondom de objecten. Ja. Ik heb ook nog even een vraagje namens mezelf. Kan jij je camera ietsje draaien? Je zit een beetje. Ja. Top, nou zit je mooi in het midden. En dan hadden we nog een vraag van Janneke. Wat bedoelde je met het sturen van documenten en contracten naar kunstenaars met handtekeningen? Dat kreeg ik even niet goed mee. Oh, dat gaat erover dat als jij een bruikleenovereenkomst stuurt, dat je niet alvast jouw handtekening of die van de directeur erop zet. En dat je aan hun geeft en zegt van, hey, zet je voorwaarden maar neer. En als er een handtekening ontstaat, dan is het helemaal geregeld. Ja, dat vond ik wel een goeie. Wij doen dat eigenlijk ook. Maar ja,
Ik heb dan wel gewoon een soort standaard contract, maar de waarde en zo moet natuurlijk altijd nog ingevuld worden. Dus dat is wel een goede tip. Ja, ja, die hebben wij in principe dus ook. En dan staat er ook nog inderdaad extra bij van, wil je werk zelf verpakken of mogen wij dat doen? En wil je de ophangsystemen, mogen wij die eventueel vervangen of niet? Dan is dat alvast toch wel getackled. Maar inderdaad, als je handtekening alvast zet, dan kun je zeker de waarde misschien niet leuk uitvallen. Nou, het is helemaal helder. Verder hebben we geen vragen, dus ik zou zeggen op naar deel 2. Yes. Nou, dan gaan we uitgaande bruikleen doen. Ik heb even heer V gekozen van Maartje Volkeringa. Die kijkt zo leuk. Nou goed, stel dat die aangevraagd wordt. Dan is het dus wat ik eerder al zei, heel fijn om een procedure op de website te hebben. Ik heb hem hier, de volgende slide is even het overzicht, de voorbeeld van Drents Museum. Dus die laat ik zo even zien. Nou goed. Dan het beslismodel, en dat is meer van hoe ga je intern om met een bruikleen aanvragen? Wie beslist of wie op bruikleen mag? Bij ons is het zo dat de conservator kijkt of hij gebruikt wordt voor een tentoonstelling of eventueel een presentatie of iets anders. Daarnaast controleer ik even globaal wat is de status van het object. Is het in goede staat? Zou het op reis kunnen of is het heel kwetsbaar en fragiel? En moet het dan, zitten er bijvoorbeeld speciale voorwaarden aan verbonden om een object op bruikleen te sturen? Nou goed. Bij de voorwaarden en vooral die procedure op de website vraag ik dan ook om een facility report. Het is heel fijn om dat te kunnen lezen en in te zien waar het naartoe gaat. Zeker als je niet bekend bent met het museum, wat je kan verwachten. Nou, wij bepalen dan of er een koerier meegaat of niet. Ik moet zeggen, wij zelf werken nauwelijks met koeriers, omdat ja, kost heel veel tijd. Sommige objecten. We hebben best wel wat objecten van moderne kunstenaars die geïnstalleerd moeten worden. En dan neigen we wel naar om iemand mee te sturen, tenzij de kunstenaar bijvoorbeeld zelf op locatie is. Dat laatst, er hangt nu een kunstwerk van ons in de Kunsthal Rotterdam van Erik Matthijssen. Hij weet heel goed hoe dat werk opgehangen moet worden en wat hij wil daarin. Dus als hij erbij is, dan vinden wij dat wel goed genoeg. Nou ja, de verzekering die komt natuurlijk in de voorwaarden. De transport en eventuele kosten. Want wij hebben zoals gezegd geen restauratoren in dienst. Dus het kan zijn dat een object gerestaureerd moet worden. Of dat dat wenselijk is voor een tentoonstelling. Dan kan dat eventueel extra kosten opleveren die dan ook in de bruikleenovereenkomst toegevoegd worden. En dat gaat natuurlijk altijd wel in overleg met de partij die het aanvraagt. Misschien kunnen zij daar natuurlijk ook iets in betekenen. Het uitgangspunt voor ons is een bruikleen toekennen, omdat we het heel belangrijk vinden dat onze collectie zichtbaar is in het liefst heel Nederland. Dus geef het vooral door aan je conservatoren. maar dat moet wel kunnen en verantwoord zijn. Goed, de meeste aanvragen die gedaan worden komen vanuit de museale hoek. Maar er zijn ook wel af en toe aanvragen vanuit de gemeente. Bijvoorbeeld voor het stadsarchief of voor de lokale heemkundekring. Nou ja, goed, die overweging. Nou, dan maken we ook een keer de afweging, is dat oké? En dat gaat natuurlijk heel. Het gaat anders voor een 19e eeuw schilderij dan voor een blikje Unox. Waar we er misschien meerdere van hebben. En waarvoor het voor een lokale partij echt heel belangrijk is om dat te kunnen tonen. Want daarin willen wij ook graag dat het getoond wordt. En het kan natuurlijk zijn dat wij er dan voor kiezen om het zelf te installeren en zelf erop toe te zien hoe het, hoe het gepresenteerd wordt. Hier is de aanvraag bruikleen. Ik zou zeggen, ga zeker kijken bij het Drents Museum op de website. Ik ga hem zeker ook overnemen. Bij ons staat er wel een stukje, maar niet zo uitgebreid als hier. Nou ja, het is toch heel fijn om bij een aanvraag al alles in één keer door te krijgen.
zodat je daar makkelijk en snel een beslissing over kan maken. Nou ja, de meeste musea weten wel dat je niet een week van tevoren iets moet aanvragen, maar ik merk dat dat hier vooral bij gemeentelijke instellingen of bij lokale partijen soms nog wel een beetje, nou ja, dan moeten ze nog leren dat ik ook meerdere taken heb om te doen, zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een keer een aanvraag gekregen voor onze carnavalscollectie. Ja, die hebben wij. En dat zijn iets van meer dan 100 objecten om dat eventjes binnen 3 dagen klaar te zetten en voor een weekend te installeren in een kerk. Ja, uiteindelijk zijn we gekomen tot 4 stukken presenteren en dat was voldoende. Maar sommige partijen hebben geen idee wat voor werk erachter zit, dus dat is ook wel goed om bewust te laten. Goed, uitgaande bruiklenen noteer ik van A tot Z in adlib. Dat is voor mezelf, omdat ik het heel fijn vind om de stappen door te lopen en wat is gedaan en is het aangevraagd, is het contract gestuurd, is het contract binnen ondertekend. Nou ja, dat is dat. En waar het gaat er naartoe en wanneer komt het terug, voor welke tentoonstelling. Dus ook voor de objectgeschiedenis vind ik het heel fijn dat het laat zien bij welke instellingen het object en bij welke tentoonstellingen die getoond is. Daar kan misschien een conservator later weer wat aan hebben. Nou, ik heb hier dus weer het stukje onder staan waar ik draai ook een contract uit adlib. En nou ja, heb ik hem zo klaar voor de betreffende instelling. Kijk, ik denk dat sommige mensen dat roodje ook wel kennen. Nou goed, als een aanvraag geaccepteerd is, want het kan natuurlijk ook zijn dat je hem afkeurt. Als je hem afkeurt, verwoord dan wel goed waarom je hem afkeurt. Het is wel heel fijn om dat nou ja, met te kunnen delen waarom iets afgekeurd is. Soms is het vanwege een tentoonstelling inderdaad, of misschien is het te fragiel, of vind je het object op, nou ja, sluit het facility report niet helemaal aan met de wensen die je wil. En uiteindelijk, natuurlijk kun je er ook nog over praten, over hoe kunnen we dat wel dicht bij elkaar brengen. Goed, is die wel geaccepteerd? Nou, dan sturen we de bruikleenovereenkomst en als die akkoord bevonden is, dan kunnen we overgaan tot het inplannen van transport. Nou ja, dat gaat dan via de voorwaarden die wij dan stellen en waarvan we acceptabel vinden dat het mee op transport gaat. Dus het kan ook zijn dat we al aanraden bij een partij om met onze transporteur, zeg maar, om die te gebruiken, omdat wij om weten dat die goed zijn en dat we graag samen meewerken. Nou, voor een uitgaande bruikleen maak ik ook een transportmelding en een roodje. En een roodje zit ook een schabloon in het downloadpakketje, als het goed is. Want ik vind het heel fijn dat als ik in het depot ben, dat ik weet waar een object is. En, want ik heb niet altijd de computer bij me om in adlib in te loggen, om te kijken wat er op die standplaats staat. Meestal weet ik het wel, maar als er veel objecten weg zijn, dan is het fijn om te weten wat daar staat. En zeker 3, 4 maanden later, niet dat je er iets anders neerzet en dat je voor het inkomende transport weer een plek moet vinden voor het object. Nou ja, daar werkt dit gewoon fantastisch in. En die maakt er altijd gebruik van bij het Rijks. En ik zet die traditie gewoon voort in Os. bewijs van overdracht. Ja, die leg ik ook altijd klaar en voeg ik toe. En goed, die zit bij het conditierapport. En daarin kan het zijn dat de keuze is om een restaurator in te huren om een conditierapport te maken, omdat wij zelf geen restaurator dus in huis hebben. Ik maak hem soms ook zelf, want het ligt een beetje aan het object. En of hij misschien recent al weg geweest is of gecontroleerd is, dan kan ik dat aanhouden. Sommige objecten, bijvoorbeeld de Heerenvee, nou ja, is van zulk specifiek materiaal dat ik het ook wel fijn vind om een restaurator daarna te laten kijken. Nou goed, en dat kan zijn dat die kosten dan in overleg met de anderen doorberekend worden. Nou ja, het gaat altijd in overleg. Laurens, je hebt nog 5 minuten. Oh, echt? Ja. nou, we gingen archiveren. Dus,
Nou ja, goed. Uiteindelijk heb je een bruikleenovereenkomst, bewijs van overdracht en een conditierapport / fotoverslag. Ja, ik maak meestal zelf een fotoverslag, of een conditierapport van het object en dan een fotoverslag. Hoe het ingepakt is, zodat de ontvangende instelling weet hoe en wat. Mochten zij eventueel geen foto's maken of doen, dan heb ik zelf ook nog iets achter de hand. Maar goed, laatste sheet, daar heb ik nog heel even tijd voor. Wat heeft het mij gebracht om dit zo te doen? Nou, ik vind het informeren bij collega's is echt heel waardevol. Ik blijf het ook graag doen, want ik heb nog genoeg dingen om te leren. Zoals ik hier ook aangeef, verzekering wil ik graag in verdiepen en nog uitbreidingen op doen. De indemniteitsregeling, daar wil ik, nou ja, dat vind ik echt wel tijd om daar op in te duiken. En we gaan de volgend jaar komen de buitenlandse bruikleners binnen. Dus ik ben benieuwd wat daar mij te wachten staat. Dus ik kom uit Oostenrijk en Duitsland, België. Dus misschien hebben mensen al tips. Maar en anders kom ik wel bij jullie voor vragen. Zijn er nog vragen? Even kijken. Ja, we hebben hier één vraag of Adlib een tentoonstellingsmodule heeft om binnenkomende tentoonstellingsbruiklenen te registreren. Adlib heeft een inkomende bruikleenmodule en een uitkomende bruikleenmodule. Maar volgens mij is die in Axiel samengevoegd. Dus ik geef altijd nummers met IB en UB. Ja, en er zit ook een tentoonstellingsmodule in waar je objecten aan onder kan hangen, zeg maar, onder de tentoonstellingen. Is dat duidelijk? Of klinkt een beetje cryptisch, denk ik. Oh ja, en vraag 2 was, en gebruik je die module om de lijst te maken? Je werklijst. Oh, de werklijst. Nou, voor uitgaande bruiklenen gebruik ik eigenlijk geen werklijst. Voor inkomende bruiklenen, nee, hebben we eigenlijk gewoon zelf de werklijst en vullen we die zo veel mogelijk aan de hand van contracten en contact met de bruikleengevers. Okay, en zet je het dan eerst in de werklijst en dan neem je het over in Adlib? Ja, alleen ik neem niet alles over voor Adlib, want ik doe het in Adlib heel sumier. Alleen maar echt de benodigde info. Maar dat is dan weer om makkelijk conditierapporten en een contract en eventueel transportmeldingen te kunnen draaien. Even kijken. Oh, Cindy zwaait af, want die gaat zo de quiz doen. Dus die zien we zo terug. Leuk, dat was. Even kijken. Nienke die vraagt nog of je bepaalde boeken of materialen hebt gebruikt om een beetje je draai te vinden in het hele bruikleenverhaal. Bijvoorbeeld als voorbeelden of richtlijnen. Boeken, ja. Spectrum is wel een goeie. Er staan wel procedures in voor bruiklenen. En ja, het vooral het het overleggen met collega's, vind ik, dat is eigenlijk het meeste wat ik gedaan heb. Dus dat zou ik aanraden om te doen. En vanuit daar je eigen richtlijnen en procedures te maken. Ja, ik weet dat ik zelf ook nog wel eens dan bepaalde voorbeeldcontracten of zo, als je die van iemand anders kreeg, dat je die dan gebruikt voor je eigen systeem. Maar, ja, dat heb ik inderdaad ook gedaan. Van als je een grote tentoonstelling met veel museale bruiklenen, even kijken hoe maakt iedereen zijn contract en pik de beste dingen daaruit. Ja. En inderdaad informeren bij de collega's, dat doe ik ook regelmatig. Ook van ja, als je elkaar spreekt voor bruiklenen, van oh, hoe gaat dat bij jullie? Of gewoon even iemand bellen. Ja. Je kent toch altijd wel iemand en over het algemeen, ja, we leren elkaar nu met deze Teams-meetingen nog beter kennen. Ja, over het algemeen kan je gewoon iemand bellen en vragen. En als het op dat moment niet uitkomt, dan kan het altijd op een later moment. Ja, en ik weet niet of de Rijnwoord nu meer aandacht aan besteedt, maar ik heb zelf ook op de Rijnwoord Academie gezeten. Toen hadden we bijvoorbeeld niet echt een hele colleges over hoe ga je om met bruiklenen. Volgens mij is dat wel iets veranderd. Ja, in mijn tijd was dat ook nog niet zo, maar volgens mij is dat nu ook wel meer. Het is tijd, we gaan naar de quiz.
Dus iedereen mag weer uit deze en naar de volgende meeting. Veel plezier bij de quiz en straks bij de borrel. Luisteren. Doeg!